Antivirusprogramma's zijn er voldoende. Je kunt voor deze programma's betalen, maar er zijn ook diverse betrouwbare gratis versies. Komodo Cloud Antivirus is er daar een van. In de eerste houthoe hebben we naar installatie en diverse scans gekeken. In deze tweede houthoek komen nog een aantal opties aan bod en kijken we kort naar de instellingen. Standaard zie je de widget van Komodo rechtsboven in je venster. Als je dit niet wilt, kun je de rechtermuisknop gebruiken om deze uit beeld te brengen. Komodo blijft gewoon actief. Dat zie je onderaan in het systeemvak. Hier kun je de widgets weer inschakelen. In de eerste houtdoel is kort de zandbak of sandbox al aan bod geweest. Hier kun je applicaties zetten die je niet helemaal vertrouwt, of dit gebeurt automatisch door Komodo. Doordat deze programma's in een virtuele omgeving worden geplaatst, kunnen ze geen ongewenste systeemwijzigingen aanbrengen. Via dit pictogram open je de zandbak. Via Zoek kun je zelf een applicatie toevoegen. Als je op OK klikt, wordt het programma geopend via de zandbak. Je ziet dat er dus één gezandbakste applicatie is. Als je hierop klikt, zie je deze. Via de pijl kun je aangeven wat er met deze app moet gebeuren. In quarantaine zetten, waarna je het bestand later eventueel kunt verwijderen. Of kiezen voor Zandbak niet, als je zelf de applicatie vertrouwt. Of je kunt de applicatie sluiten. Je klikt op Pas toe om de acties uit te voeren. Via een van deze knoppen kun je een browser openen. Automatisch wordt er dan een serie bestanden aan de Zandbak toegevoegd. Dit heeft overigens geen invloed op de werking van de browser. Mocht je niet willen dat de bestanden automatisch worden gezandboxd. Kun je dit bij de instellingen aangeven. Dat zien we zo. Via deze knoppen kun je overigens de Twitter of Facebook pagina van Komodo openen. Hier kun je de logs bekijken van eerdere beveiligingsgebeurtenissen. Met de laatste knop kun je bekijken welke bestanden er in quarantaine zijn geplaatst. Je kunt deze acties uitvoeren. Als je bovenaan op veilig klikt, Open je het hoofdvenster van Komodo, waarin je dezelfde mogelijkheden ziet. De zandbak heet hier alleen virtueel starten. Rechtsonder kun je real-time bescherming uitschakelen voor antivirus en de zandbak. Als je aan het gamen bent, wil je natuurlijk liever geen meldingen ontvangen. Die kun je uitschakelen via deze knop. En zo ga je naar de instellingen. Je ziet hier dat het programma automatisch met Windows wordt gestart. En dat er berichten worden getoond in het berichtencentrum van Windows 10. Je kunt ook een wachtwoord instellen, zodat niet iedereen de instellingen van Komodo kan wijzigen. En bij de zandbakinstellingen kun je auto-zandbak uitschakelen. En bij traceerbestanden die in de zandbak gemaakt werden, zie je de type bestanden die je zelf buiten de zandbak kunt plaatsen. Je kunt hier eventueel extensies toevoegen. Als je wijzigingen in het instellingenvenster hebt doorgevoerd, vergeet dan niet om op Pas toe te klikken. Tot zover deze how-to's over Comodo Cloud Antivirus.